zitten weer. Of we zitten bijna weer. Afgelopen 3 dagen op dit kanaal geweest. En 3 dagen niks gevangen. Maar ik laat het er niet bij zitten, hè. Want, welkom weer een aflevering van amateurvisser.nl. Ik ben de afgelopen 3 dagen hier geweest, niks gevangen. En nu ben ik zat. Hopla. Hij is nog hartstikke bevroren, maar dat maakt niet uit. Ik kreeg de haak wel erin. Hop, dan doe ik eentje bij de staart, zeg maar. En eentje hier. En ik vis wel met de dobber, maar ik heb het wel allemaal op de grond liggen. Dan gooi ik deze en gooi ik hier vlak langs de kant, denk ik. Zo. En dat blijft gewoon tot de avond zitten. Vorige keer had ik 's morgens begonnen. En toen was het 1 uur of 2 had ik nog niks. Ik denk, ik ga naar huis. Maar weet je, vaak is het 's avonds wel goed natuurlijk. En dan maar zolang hield ik het toch niet vol. Niet altijd. Maar nu hopelijk wel. Kijken of ik hem wat dieper moet zetten nog. Nou nee, die staat wel goed denk ik. Dat schat ik zo. Even kijken. 1, 2. Voor de mensen die nieuw zijn op dit kanaal, er komen elk jaar weer een hoop nieuwe abonnees bij, heb ik het idee. Zal ik even wat van de montage laten zien. Hetzelfde waar ik ander jaar ook mee vis. Maar ik wil hem toch even aan jullie laten zien. Want ik vis misschien net iets anders dan een aantal andere mensen doen. Dat weet ik niet. En kijk, ik heb hier de... Hier loopt de hoofdlijn. Daar heb ik gewoon een stuit op zitten, zeg maar. Dat moet ik even zo kunnen laten zien. En daar heb ik een Tim's domper overheen lopen, Tim's 25 gram. Je kunt ook zwaarder vissen. Eigenlijk denk ik als ik nog eens nieuwe dompers koop dat ik 30 gram pak. Daaronder heb ik een kraaltje. En dan een bomloodje van 20 gram. En dat bomloodje met die vis eraan, eigenlijk trekt het die dobber onder. Kijk, want ik heb hier een wartel en hier een fluorocarbon onderlijn. Met een vis eraan, met 2 dreggen. Dan zeggen mensen wel eens, ja die fluorocarbon is veel te dik en zo, maar die ervaring heb ik eigenlijk helemaal niet. Kijk, die hangt er dan zo op de kop, hangt die eraan. En die vis die ligt op de grond. Als ik drijvend zou vissen, dan zou ik een enkele dreg pakken en dan midden door de rug van de snoek doen. Of van de snoek, van de horsmakreel. Kijk, wat zal ik me gooien? Daar zo. Maar gewoon even voor laten zien. Ik heb ook nog die geurstoffen. Dat heb ik altijd bij me. De meeste kijkers weten dat ondertussen ook al van mij, maar ik heb van alles. Eventjes erbij pakken. Oh, dat is een wc-rol. Een wc-rol kan ook stinken, maar dat is meestal pas na gebruik. Even kijken. Ik heb hier van alles. Ik heb tonijn, haring, zalm, sardineolie. Ik ga er sardineolie op doen. Dan heb ik hier, even kijken, sardine. Met de naald. Oh, dit is zalm. Dat moet je niet hebben. Voordeel van sardineolie is dat het heel erg stinkt. Een voordeel van zalmolie is dat het ook bij koudere, lagere temperaturen langer vloeibaar blijft. Sardineolie zit er veel verder in, dus dat is eigenlijk meteen bevroren. Hopla. Stink ik dadelijk wel lekker. Kijk, en dan vang ik die in een vis. En dan doe ik het gewoon zo, hè. Steek die daarin. Poep dich vol met blij, du Schweinehund. Zo. Zo. Hier zit, heb ik nog een beetje in de spuit zitten voor de andere. Dan kan ik deze wel even uitgooien. Thank you.
beet, jongens. Ik heb een vis aan. Ik heb heel duidelijk beet. Die dobber, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar... Hij cruist ermee helemaal naar links. Ja. Het gaat hem worden, jongen. Ik laat hem nog even een beetje cruisen. Nou, kijk eens hoe die gaat. Ja, ik heb. Ik heb. Ja, dat werd tijd. Oh. Ja, dat is een grote hoor. Dit is een hele. Is een beetje een hele grote snoek, maar. Eerst er wel, hè. Die snoek ook niet door die lijn. Met die andere lijn. Oh, dat is die wild, jongen. Mooie snoek. Dan gaat hij weer terug. Kijken of ik hem hier een beetje rustig terug kan zetten. Ja, daar gaat ie. Hoppa. Yes. Wow. Oh, hier ben ik blij mee. Oh, dan moet ik hier even uit het net halen. Een haken. Oh, de rubbernet is fijn. Ik kan de haken makkelijk uit. Oh. Ah. De eerste snoek op Doda's vanaf de kant het jaar. Heel blij mee. Ik moet even bijkomen. Dus mensen zeggen altijd, amateurvisser, je hecht veel te hard. Zegt mijn vrouw ook altijd. Zit je toch te hegen? Ik zeg ja. Dat is nu eenmaal zo. Ik heb nu eenmaal zo'n stofwisseling. Hè. Ik ben gewoon een heger. Ik ben die man die altijd belt. Weet je, zo. Even kijken. Nou jongens, ik had net een aanbeet. En ik heb de lange telelens erop, dus dan kan je de dobber een beetje filmen. Dus ik had die op één dobber gericht, ik kreeg op die andere dobber een aanbeet natuurlijk. Altijd. Dat is moeilijk te richten, die telelens. En ik had mijn GoPro nog aanstaan, dat wist ik niet. Dus ik duw op een knopje, duw mijn GoPro uit. En ik sla hem tegen die tanden aan mis, gewoon de hele voren open. En nu net had ik iets raars, maar ik denk dat dat een soort krab was. Een zoetwaterkreef die eraan zat te knabbelen, want die deed wel heel weinig. Het is 4:30 nu. Echt wel lekker fris. Ik denk nog een half uurtje, drie kwartier en dan is het donker. En, gingen we weer naar huis. Dus ja, helaas bij eentje gebleven dan. Maar misschien komt er daar nog een, dat weet ik niet. Maar de ene goede aanbeet en de andere die lucht lost. En ja. Misschien kunnen we er nog eentje pakken, maar ik betwijfel het. Ik breid er een aan. Eentje gevangen, één losser. Ja, het begin van het seizoen ben ik er wel blij mee. Ik had hier 3 dagen eerder gezeten, dat zei ik al. En dus de 4e dag, eerste vis nu. Maar ja, dat kan wel eens. Hè. Maar ik verwacht dat het, als het koud wordt, dat het beter bijt op het Doda's. En ja, wat dat betreft zijn de temperaturen natuurlijk best wel raar. Het is nu 14 graden of zo, ik sta eigenlijk nog in mijn trui. 10 november of zo, weet ik het. Dus ja, waar dat naartoe gaat, weet ik niet. Maar ik hoop dat het nog even flink gaat vriezen en echt ijskoud wordt. Zouden we dat nog een keer meemaken? Dan lekker een warmtepak aan en weer lekker snoeken. Maar ja, vond je een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en abonneer. Altijd, wordt altijd gewaardeerd. En ja, er komen nog een hoop deadbait diaries aan dit jaar en begin volgend jaar. Dus hou het kanaal in de gaten. En ik wil zeggen, bedankt voor het kijken en keep on fishing.